Heel pijn in mijn hart, want het was toch ons kindje. Van Jan en mij, dat was echt ons kindje. En dat vinden we erg jammer. Een hoop van de mensen weten al hoe het gaat en hoe het is. Het is hartstikke leuk. En momenteel zijn we het echt aan het doen voor mensen buiten de Bollenstreek. Want de Bollenstreekers zelf, die aantallen lopen minder. Omdat ze allemaal weten, ja, we weten het ritje, we hebben meer het ritje gedaan, het is goed en het is leuk. En op een gegeven moment zeg je, nou ja, nou een stop. Ben vandaag doe ik met de laatste, helaas, scootmobielentocht mee. Heel jammer. Dat vindt wel balen hoor, dat het de laatste is. Want het is alle jaren, 10 jaar lang achter elkaar, een prachtige tocht altijd geweest. Die kant alsjeblieft. Waarom? Nou, omdat ik dat... Ja, dat is nou eenmaal... En als ik naar deze kant op ga? Ja, nou dan ga je de andere kant... Rij je maar. Dit ga je wel missen, want het is een soort feest van herkenning. Je ziet mensen... Die hebben je vorig jaar gezien en je ziet ze nou weer en het lijkt weer heel, heel vertrouwd. Hé, hey, mevrouw, dat is geen scootmobiel, hè? Nee, ik ben op de fiets. Hoe vind je dat wel voor de 10e keer? Voor de 10e keer op de fiets? Ja, hoe vind je dat? Ja, maar het is toch de scootmobielbloementocht? Ja, maar ik moet even mijn fiets en dat mag. Hou even kort door de bocht. En ze komen allemaal vriendelijk gedag zeggen, het was zo leuk, het was dit, het was dat. Het is allemaal, als je morgenochtend kijkt bij mij thuis, en de Bloemenzee. Iedereen is hartstikke blij, heel veel bedankjes. En dat is, daar gaat het eigenlijk om. En dat niet meer doorgaat, ja, je moet wel reëel blijven hoor. Want niets is voor eeuwig. Meneer, wat doet u nou?